Hallo allemaal. Ik ben aangekomen in Dubai. Wow, wat een ervaring. Ik heb echt in de grootste lift ooit gezeten. Ik ga kijken met de trein gewoon naar een andere, of een soort van metro is het eigenlijk. Naar een ander station, echt niet normaal. Toen ga ik met een man aan het praten, toen heb ik in mijn vliegtuig gezeten. En een Duitse ondernemer. En hij vroeg of ik met hem mee business class wilde zitten, omdat ik... Oké. Ik ben echt helemaal verdwaald nu, want... Hij dacht dat ik mee in business class kon zitten. En ik dacht echt, oh my god, super chill. Want toch echt ook alles gratis. En ik zag het in het vliegtuig. Het zag er zo vet uit. Dus ik dacht, nou ja, weet je waarom niet? En een hele aardige man ook. En een Duitse man. En loop ik mee naar... Mocht hij wel een gast meenemen, maar moest hij per se in hetzelfde vliegtuig zitten? Anders moest hij een fee van €115 betalen. Ik zei, nee, dat hoeft echt niet. Dus helaas. Echt jammer, want was het avontuur al leuk begonnen. Maar... Ja, we zijn dus in Dubai. Zo, aangekomen op de airport in Melbourne. Oh, jammer genoeg ben ik wel een beetje ziek geworden en een beetje koud in het vliegtuig. Dus ja, dat is wel jammer, want ik pak steeds een mos op, echt niks voor mij. Zo, ik ben aangekomen in Melbourne bij mijn hostel. Het is echt midden in de stad en wauw, het moet echt wel aanrijden en je ziet echt al. Zo'n grote wereldstad, allemaal lampjes, echt super mooie sky lounge. Dus de Netherlands is like very small. Also, like you don't. Have you been in there in the Netherlands or not? Ja. Op de wegen. Ik zal het even laten zien aan jullie hoe het hier buiten uitziet. Ik ga nu het hostel naar binnen. Spannend! Netjes uit. Ja, ik kom meteen op mijn kamer binnen. Ik kom meteen tegen me te praten. Alleen was het in mijn geval waar mensen aan het slapen. Dus maar het zag er wel gezellig uit, moet ik zeggen. Maar echt leuke jongens in die kamer in ieder geval. En dus ja, misschien kan ik daar morgen wel leuk contact mee gaan maken. Ja, het ruikt trouwens wel een beetje. Ik weet niet nooit hoe een hostel heeft geruikt, geroken. Maar als je het echt wel had gezegd, van, het ruikt een beetje als een... Echt hostel gewoon. Goedemorgen. Nou, ik ben echt de slechtste backpacker ooit. Ik ben ook echt super ziek geworden. Oh, wat erg dit. Het zijn zo verkouden. Mijn ogen zijn helemaal kut gewoon. En ik heb echt 3 keer het bed uitgemoet, dus ook boven in het slaapbed sliep. En ik had echt het gevoel dat ik iedereen aan het wakker maken was. Oh, zo erg. En ja, nu sta ik dus in de douche en ik durfde niet weer alles in mijn koffer te gaan doen. Ik toch ook, maar iedereen de hele tijd wakker. Dus ik sta hier nu echt met honderden spullen in die douche. En oh, ik moet het echt even gaan leren, want het is echt helemaal niks. Ik heb echt een rot eerste nacht gehad. Maar goed, we gaan er vandaag wat van maken. Het is wel heel vroeg, maar... Ik dacht, ja, ik kan wel vooral in mijn bed blijven liggen, maar het schiet ook niet op. Dus ik hoop dat ik me snel weer wat beter voel. Zo, nou mensen, ik heb weer wat make-up op gedaan. Ik voel me nog steeds beroerd, echt zo kut. Ja. Maar best van maken vandaag. Gisteren heb ik wel alles gedaan wat ik moest doen. Ik heb een bankrekening geopend, een simkaart gehaald, een medicare pasje gehaald. Je hebt dus verschillende zorg die hier gratis is. Dus ik dacht dat ik het meteen maar even regelen. Voor de rest heb ik eigenlijk heel veel in bed gelegen. Maar ik heb wel drie bezichtigingen geregeld voor het gaan kijken voor het huis. Dus dat was wel heel chill. En... Zo, vandaag was gelukkig echt een betere dag. Ja, ik vond in het begin dat ik eigenlijk nog helemaal niet echt contact met mensen gemaakt. En ja, ik voelde me ook gewoon niet lekker. En eigenlijk vanochtend nog steeds helemaal niet. En toen ging ik douchen. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga me gewoon opmaken. En maak gewoon het beste van Elise, weet je wel. De hele dag in bed liggen in een hostel is echt helemaal niks. Dus ja, dus ik heb als ik me op aan het maken, toen kwam er een Nederlands meisje met me praten. Een hele leuke meid. Dus... Met haar een gesprek en toen ging ik daarna naar mijn kamer toe. We waren ook twee jongens aan het praten, dus toen ging ik daarmee in gesprek en toen ging ik beneden zitten. En uit de kamer er zo steeds meer mensen bij zitten. En ja, dat hebben we echt leuke gesprekken gehad. Dus
Ja, soms zie je maar weer dat je gewoon ook even wat aan jezelf moet doen. En jezelf echt even voor moet zetten. Want ik voel me nu, nee, ik voel me nog steeds niet lekker, maar ik voel me wel een stuk beter. Want ik gewoon met mensen heb gepraat. En dus ik heb er wel weer helemaal zin in. Gelukkig. Ik ben nu in echt een heel leuk plekje. Fitzroy heet het. Het is weer echt een heel andere plek dan de rest van Australië, of het centrum Australië, wat ik gezien heb in ieder geval. Er zijn vooral heel veel hoge gebouwen, heel veel ketens, echt. En dit is echt maar een buitenwijkje, zo'n soort van hippie plek. Het ziet er alweer heel anders uit. En ik heb net twee bezichtigingen gehad, ik heb er zo meteen nog eentje. Maar ik had er een uur tussen, dus ik dacht eigenlijk wel leuker om ergens even naartoe te gaan. Dus ja, heel leuk is het. Super schattige artistieke winkeltjes hier met heel veel meubels, maar ook heel veel kleding en echt van alle soorten winkels. Zo'n wijk in Nederland zou zijn, of bij Amsterdam of zo in de buurt, zou het echt zo populair zijn. En hier is het gewoon zo stil dat ik echt denk, hoe kan dat? In de kantine. We zouden eigenlijk mee kunnen eten vandaag. Rijst met curry. Maar door de bezichtiging waren we echt net te laat. We stonden in de rij. En er drie mensen voor ons mochten we niet meer mee eten. Maar ik had wel echt hele lekkere risotto gekregen van een jongen met de lunch. Dus dat was wel echt super chill. Mensen zijn echt zo aardig en trots dat vandaag echt zoveel contacten gemaakt. En echt zoveel leuke mensen gesproken. En iedereen is echt zo enthousiast over het reizen. Dus ja, echt zo leuk. Zo, nou, ik lig weer in mijn hostel en in bed. Ik heb echt een hele leuke laatste bezichtiging gehad. Ik hoop echt dat ik daar erin mag, want dat zou echt geweldig zijn. Echt een super mooi appartement en een hele fijne sfeer. Leuke mensen allemaal. Dus ik hoop dat ik het word. Ik hoor dat aankomende zaterdag. En anders blijf ik denk ik in het hostel. Dat is ook wel prima hoor. Maar het zou wel heel chill zijn als ik daar mijn eigen plekje zou hebben. Dus Afwachten. En ik ga morgen lekker op pad met mijn cv. Dus daar horen jullie morgen weer meer over. Spannend. Nou, slaap lekker iedereen.